In Aas Oranje, in deze rubriek gaan we het natuurlijk hebben over het Nederlands elftal. En deze keer blikken we even terug. Want ja, Nederland had een EK-kwalificatiecampagne. Het was lastig, het was bloed, zweet en tranen. Maar ze hebben het EK gehaald. Ja, praktisch gehaald. We moeten nog 3 puntjes halen tegen ofwel Ierland ofwel Gibraltar. Dus we zijn binnen, Aad. We hebben het geweldig gedaan, of niet? Ja, geweldig. Vind ik een beetje overdreven. We hebben onze plicht gedaan tegen niet geweldige tegenstanders. En ik vond dat Griekenland helemaal laf speelde. Gingen pas de laatste 10 minuten gingen ze wat aanvallender spelen. Ik had ze verwacht dat ze vanaf direct druk op Oranje zouden zetten. Is niet gebeurd. De eerste wedstrijd vond ik die Poyet ook wel een matige coach. Die niet ingespeelde op de speelwijze van Nederland met zijn backs. Die werden toen overvleugeld door aan de rechterkant met Dumfries en 2 goals van Weghorst. Maar we hebben het zakelijk goed aangepakt op die Tundra. Dat is een moeilijk veld. En, een tegenstander die niet geweldig was. Wij moeten nog veel boterhammen eten. Willen we op het niveau komen van Engeland, Spanje en Frankrijk. Dat zullen we met deze selectie gaan we dat denk ik niet halen. Maar ik denk wel dat we een behoorlijk elftal kunnen maken. Want er natuurlijk een hoop jongens bij waren die nu geblesseerd waren, die wel bepalend kunnen zijn. En dan denk ik zeker aan Frenkie de Jong. Maar we blijven een probleem hebben met de nummer 9. Je hebt, op dat niveau heb je een Harry Kane bij Engeland bijvoorbeeld, een Morata. Dat zijn jongens, Mbappé, niet te vergeten. Ook zelfs Tsjechië met Mitrovic, of Servië. Mm-hmm. Met Mitrovic, Tadic, hoewel dat ook geen geweldig elftal is. Die hebben eigenlijk een topscorer in huis. En als je iets wil bereiken, dat is gebleken ook in het EK 88, toen we wel eerste werden. Toen hadden we jongens die daarboven stonden, boven alle partijen van Basten Gullit. Ja, dus daar zijn we dan nog een beetje naar op zoek naar. Zijn er wel dingen die we opgevallen zijn, die we wel positief konden meenemen? Bijvoorbeeld van Frankrijk. Nou ja, bijvoorbeeld Quilinus Hartman, die viel op. Ook met een doelpunt meteen bij zijn debuut. Wat vond je van zijn spel, die 2 wedstrijden? De jongen heeft het goed gedaan. Die agressief. Hij heeft een goed linkerbeen. Hij heeft zich enorm ontwikkeld. Kun je nagaan dat het ook bij toeval allemaal kan ontstaan. Moet je niet vergeten dat hij op het punt stond om uitgeleend te worden door Feyenoord. Ze hebben toen Excelsior. Dus ze zagen dat het niet eens zo zit in de jongen. Nu lopen ze de Polonaise dat ze hem ontdekt hebben. Maar ze hebben toen die Lopez gehaald. En nog een andere Noor. Die hebben ze alweer weggestuurd. Dus dat wil mij aangeven dat die jongen geluk heeft gehad. Dat die er toen nog niet waren. Anders hadden we misschien ook weer iets van Hartman gehoord. Reinders viel me ook op. Reinders speelde beide wedstrijden geweldig. Vond ik bij AZ het laatste half jaar al buiten categorie. Mm-hmm. Zeker in de wedstrijden tegen Anderlecht en tegen West Ham United. En in Oranje heeft hij direct de toon gezet. Ik blijf alleen zonde vinden dat Veerman niet speelt. En die had ik toch wel graag op het middenveld erbij gezien. Ik denk dat je met Veerman, Reinders, Frenkie de Jong een geweldig middenveld zou hebben. Maar men zit altijd maar te zeuren over verdedigende middenvelden. Terwijl dat helemaal niet nodig is als je dat gezamenlijk met z'n allen, alle drie doen. Dan heeft dat geen enkel, dan kan dat altijd samen. Iedereen een beetje verdedigen en dan gaat het wel goed te komen. Was er nog, met spelers duidelijk, die paar die opvielen. Zijn er een paar spelers die denken van, nou ja, die hoef ik niet meer terug te zien in Oranje? Nou, ik ben nooit een fan geweest van Weghorst. Ja. Weghorst is, ik zou hem niet in mijn partijtje willen hebben. 4 tegen 4 kleine partijtjes. Het is een jongen die, dat is ook niet, maar ja, we hebben op dit moment hebben we alleen een Brobby die daarvoor in aanmerking kan komen. Ik vind Brobby altijd beter als Weghorst. En je kunt hem ook in de voeten spelen. Je kunt hem in de diepte spelen. En Weghorst is een beetje een gemaakte voetballer. Ik begin dan met de volkslied met zijn hand op zijn hart. Niemand doet dat. Hij doet dat. Die hele situatie met Messi, dat beviel me ook niet. Het is allemaal een beetje het is allemaal geforceerd. Het is een beetje, een beetje gespeeld, denk je? Dat vind ik wel, ja. Ja, oké. Dus dat niet. Moeten we dat de spitspositie misschien op een andere manier gaan aanpakken? Want de spitsen die ontbreken we, dat we dan van die lopende spelers zoals Gakpo, Malen, dat we dat op zo'n manier gaan doen? Ja, het is te hopen dat Gakpo hersteld is tegen die tijd. Het is te hopen dat Robbie een aantal goede wedstrijden gaat spelen in Europa en met Ajax. Hij blijft toch altijd een klantenbinder, ook een... In de diepte is hij gevaarlijk. Hij maakt bij Ajax nog steeds, ondanks de misère bij Ajax, maakt goede goals. Was ook een penalty.
die hij niet gekregen heeft, maar die had hij verdiend. Het was een penalty, is later ook gebleken. Mm-hmm. Dus ik vind Bobby de meest aangewezen man op dit moment. Maar het is nog 6-7 maanden, dus het kan best zijn dat er andere mensen nog opstaan en dat we vanuit de blessures die genezen zijn weer goede spelers krijgen. Kijk, dus dan gaan we de komende maanden in ieder geval in de gaten houden en kijken. En nou goed, die 3 puntjes die halen we nog wel tegen Gibraltar, of niet, Aad? Ja, natuurlijk. Ik heb Gibraltar gezien tegen Jong Oranje. Met dat veld bij die luchthaven daar zo. En, geen enkel probleem. Nederland is gekwalificeerd voor Duitsland.